Oké, ik heb hem gevonden. We lopen heerlijk in het park. Kijk hoe bizar dit is. Goedemorgen, het is zondag en we beginnen de dag zoals een zondag hoort te zijn, lekker rustig aan. En ik heb heel lief ontbijtje van Sarah gekregen. Rijstewafels met pindakaas, echt de best. Ik heb nog een pakketje binnengekregen, dat was eigenlijk dus vorige week. Maar deze stond bij de buren. Dus even kijken. Dit waren jurkjes eigenlijk voor met het hele warme weer. Ik heb deze besteld. Voor mij zijn ze allebei van Warehouse. Ja. Deze sowieso. Dat is deze met dit printje. Die is half lang en lekker luchtig met een riempje. En ik heb deze zwarte. Deze is met spaghettibandjes en van die kleine holes aan de zijkant. En ook half lang en lekker luchtig. Nou waren het niet de beste maten voor mij. Dus ik denk, ik bestel ze gewoon in en pas ze gewoon. Dus ik ben nog even benieuwd. Dit kan ik er zo misschien even gelijk aan doen. Dat ik hem even strijk. Maar dan zal ik ze eerst even moeten passen. Want ik heb dus echt geen idee of ze überhaupt gaan passen. En echt, er was zulk slecht weer voorspeld voor vandaag. Maar tot nu toe ziet het er echt heerlijk uit. Dus ik denk dat we zo even buiten gaan lopen of zo. Want Marco is weg vandaag. Die is bij zijn moeder helpen met vuizen. En als het dan toch lekker weer is, is het wel lekker om denk ik even in het park te gaan wandelen of zo. Ik kan Sarah de step denk ik meenemen, dat vindt ze altijd wel leuk. En dan doen we toch even wat even buiten de deur. En even genieten van het zonnetje, zolang het duurt. Ik denk dat dat wel een heel erg leuk idee is. In ieder geval hopen dat het lekker weer blijft, want ik kan het wel heel hard roepen. Maar hè, het kan zomaar weer omslaan. Dus ik trek even mijn thee, dan ga ik even douchen, aankleden, opmaken en even die jurkjes passen. Ik wilde net de doos opruimen en ik dacht dat deze later nog zou komen. Maar deze zat nog in het pakket, maar het is heel klein. Dus dat had ik niet gezien. Ik heb ook deze besteld van Anna plus Nina. En dat is heel cute. Deze, als die scherp wil stellen. Niet dus. Ik ga even mijn instellingen wijzigen. Nog een poging of die dan nu scherp stelt. Andersom. Kom op camera. Ja, dit is dit hangetje. Dus ik ga even een ketting pakken. Als het goed is, heb ik daar een ketting wel voor. Zo hongen we altijd in mijn lade. Ik ben altijd best wel opgeruimd en georganiseerd, maar de rest hier niet zo. Dus zodra zij in mijn laders zijn geweest, kan ik nooit iets vinden wat ik zoek. Echt. Drama. Ik weet dat ik een kettingje hiervoor moet hebben. Maar. Arr, niet leuk. Oké, ik heb hem gevonden. Hij lag ook waar ik dacht dat hij lag. Alleen, er was iets voorgeschoven. En daardoor zag ik hem niet. En ik wil heel graag mijn kettingje om. Met de letter van mijn kind. Ik vind het echt grappig. Vroeger had ik wel vaker met letters. Toen is dat heel lang, zeg maar, verdwenen. Nu zie je dat weer. Met namen en letters. En dan vind ik het eigenlijk best wel weer leuk. Terwijl toen was ik dat echt zat. Wat tijd niet kan doen. Alleen mijn nagels zijn vrij lang en ik heb opeens allemaal ruzie met kettingjes, terwijl ik er normaal goed in ben om het zelf te doen. Lukt het me nu niet. Mijn nagels zijn echt lang voor mijn doen. Ik moet ze eigenlijk veilen, maar ik vind het zo leuk dat ze lang zijn. Kijk, dat is dus deze. En zo stom, deze kleine oorbelletjes. Ik
dacht toen, die waren toch niet gestolen. Maar ik kon ze nergens meer vinden. Maar die kwam ik dus net ook gelijk tegen. Maar die waren ook ergens tussen geschoven. Maar die zijn natuurlijk zo klein. Ze zijn echt minis. En ik moet zeggen, echte minis vind ik zo moeilijk te vinden. Alleen wat het met deze was, dat er één achterkantje verdwenen was. Maar achterkantjes, die hou je nog wel eens over op de een of andere manier. Dus bij één zit er nu een achterkantje van de ander ook. Maar ik dacht al, deze had ik toch nog? Nou, op een gegeven moment denk je, nou, ik zal wel gek worden. Misschien waren die toch weg, dus dan had ik niet meer gekeken. Maar die waren gewoon in een randje in de sieradenbox geschoven. Dus ik had ze wel en ik was eigenlijk niet gek geworden. Ik was gewoon te lui om goed te zoeken. Zo. Deze nog. Deze had lastig, want ik heb hier, ik weet niet of je dat ziet, twee gaatjes. En die onderste was toen ik kind was verkeerd geschoten. En die zat vrij laag. En toen op de een of andere manier heb ik iets gedaan dat hij uitgescheurd is. Wat weet ik niet. Ik weet nog dat ik op de bank zat. Bij mijn ouders woonde ik nog. En dat ik op een gegeven moment dacht, hè, het doet pijn. Terwijl ik gewoon zat. En dat er allemaal bloed zat. En dat dat gaatje dus gescheurd was. Maar hoe dat kwam? Geen enkel idee. Zo. En dit is trouwens die jurk dus. Van Warehouse. Met hier die kleine openingen. En dan lekker lang, maar wel heel luchtig. Hij is echt een beetje, zeg maar, tot op de kuit. Dus een hele mooie lengte. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Alleen jammer dat het natuurlijk vorige week veel heter was. Toen wilde ik die jurken heel graag hebben. En ik heb ze pas nu. En die andere, die zat echt niet mooi. Dus die gaat terug en deze hou ik wel. Maar hij loopt echt vlakbij. Het is heel cool. Normaal blijven ze natuurlijk best wel op afstand. Hij is echt mooi. We lopen heerlijk in het park. Het is echt lekker weer hier. Dus. Welke badge? Oh, die Brahma. Ja, kunnen we zo wel even zoeken. Maar ik heb geen bakje weer. En zo leuk. We zien net een reiger. Maar houdt ons nu echt heel erg in de gaten. Wat heb je gevonden? Een eikel. Een eikeltje. En het is nog niet eens herfst. Nou, gaan we lekker steppen. Je mag. Gaat u maar. Je mag tot de splitsing. Ik wil de eekhoorns graag eten. Ja. Ik zie ze hier nooit, maar ze zullen hier ongetwijfeld wel zitten. Nou, step ze, dame. Nou, als je gilt, komen ze nooit, hoor. Nou, bramen plukken gaat het hem helaas niet meer worden. Dat is een beetje klaar nu. Kijk hoe bizar het is. Het is 5:15. Het is gewoon helemaal donker aan het worden. Ik denk dat het zo heel hard gaat omweren. Maar ik moest het gewoon echt laten zien. We liepen net in het zonnetje. En je ziet opeens heel het licht weggaan. Echt bizar. Oké, even door het raam gefilmd. Want we willen de deur echt niet eens open. Het gaat van god los nu. Hagelstenen, alles. En dan te bedenken dat we echt 2 uur geleden in het park vrolijk liepen. Bizar dit. 1 keer raden wat wij weer gaan doen. Wij gaan weer verder met de Dirk. En daar ga ik lekker en gezond aardbeidjes bij eten. We hebben een kikker binnen. Echt een grappige kleine mini kikker. Maar hij springt zo fanatiek hoog en snel. Heb je hem al? Nee. Dat gaat niet. Oh, hij springt er dus elke keer uit. Heb je hem? Ja. Oh, waarom maak ik het al zo laat? Marco ging naar bed, dus toen dacht ik even, oh, me-time. En toen ging Good Girls nog een stukje verder kijken. En toen keek ik op de klok. Dus het is nu maar tijd om de vlog af te sluiten. En snel mijn bed in de raam. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje achter te laten en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei. Oké, ik wilde dus naar bed gaan. En toen zag ik gewoon weer wat springen. En echt, kijk. En kijk, vriendje kikker zit er gewoon weer. Nee, niet deze kant. Oh, dan gaat er dus onder. Top. Oh, ik probeer hem al heel de tijd naar buiten te krijgen. Ja. Go.
ga, ga, ga. Ja, gelukt.